half uur, drie kwartiertjes. We doen eerst even een klein beetje wat flow, even wat souplesse en kracht. En daarna gaan we wat rustige stretches. Die hebben we wel nodig, denk ik. Hè? Een beetje heupen en zo. Ja? Loop je handen naar voren. En dan mag je je borst laten zakken tussen je dijbenen. En laat je billen naar achter zakken richting je hielen. Span je ellebogen. Nou, haal een keer diep adem in door je neus. Adem, blaas uit. Doe het nog een keer. Inademing. Een goede lange uitademing. Eén keer in je eigen tempo. Probeer even met de aandacht hier te zijn. Voel even je lijf, waar de stijve plekken zitten in je lijf. Misschien meer als anders. En als we weer beginnen met yoga, probeer die plekken als het ware weer als een soort vellen één voor één af te pellen. Hè? Aandacht voor je lijf. Probeer niet te veel door je weerstand heen te duwen. Kijk alsof je kunt monitoren of je dat je langzaam, beetje bij beetje, die spanning los kunt laten. Na je volgende inademing rol je naar voren. Adem rustig in. Kom op alle vier. En bij je uitademing trek je je buik in. En maak je cat tilt. Adem rustig in, kantel je bekken, dog tilt. Uitademing, kantel de bekken weer onder je, trek je buik in, cat tilt. Even door in je eigen tempo hier. Dus inademing. Dus een zachte beweging in je wervelkolom. Uitademing. Pak je in je eigen tempo. We proberen nergens doorheen te duwen. We merken dat langzaam die warmte in je lijf terugkomt. Flexibiliteit, kracht. Het is een beetje tijd nodig. Laatste keer. Neutraliseer je rug. Dan strek je voorste been uit. Je rechterbeen als je wilt. Zet je voet en je hiel neer. Rustig aan. Open je naar de zijkant. Je ademt in. Lift je arm op. En bij je uitademing breng hem over je hoofd naar de voorkant van de mat. Adem weer in. Lift de arm op. Langzaam. Cirkel. Zet je handen weer terug onder je schouders. En adem helemaal uit. Knie terug aan de vloer. Andere been strekt naar achter, voet draait, adem uit, zet je hiel en je voet neer, adem in, til je linkerarm op en bij je uitademing over je hoofd naar de voorkant van de mat, strek uit, inademing, cirkel hem terug op en je hand weer terug onder je schouders en adem uit, knieën weer terug aan de vloer. Doe nog één keer rechts en links, dus adem in. Zet je voet neer, adem uit. Neem de tijd, adem in. Wacht op je ademhaling. Breng je arm over je hoofd naar de voorkant van de mat. Til hem weer op. Zet alles weer terug in horse stand, adem uit. Andere kant nog één keer. Dus inademing. Extend je been. Draai de voet, zet je voet neer. Plant je voetzool, lift de arm. Adem uit, reik naar de voorkant van de mat, nog iets verder, strek, inademing, cirkel terug, adem helemaal uit, terug in horse stand. Dan spreid je handen, krul je tenen, til je heup op en kom naar downward facing dog. Breng je kin iets in,
Kijk tussen je dijbenen door naar de achterzijde van de mat. Voel weer even je down dog. Misschien is het een tijdje geweest, een tijdje geleden dat je in deze positie hebt gestaan. Je voelt je kuiten waarschijnlijk. Je armen, je schouders. Misschien wil je knie iets buigen, is oké. Adem helemaal uit. Probeer je borst richting je dijbenen zachtjes te duwen. Dan adem je in, je lift je hielen. En bij je uitademing buig je je knieën. Tik je met je knieën de vloer aan. Laat je handen staan en kom terug naar Child's Pose. En laat je voorhoofd even ontspannen. Je handen blijven aan de vloer geplakt. Je ademt weer terug in. Rol naar voren. Kom terug in Down Dog. Adem helemaal uit. Neem de tijd. Druk je borst richting je dijken naar je borst. Kijk tussen je benen door naar achter. Je ademt weer in. Lift je hielen, buig je knieën. Terug naar Child's Pose. Doe deze beweging nog één keer. Eigen tempo. En ga door totdat je terug bent in Downward Facing Dog. En dan walk the dog. Dus buig je rechterknie. Doe het in je eigen tempo. Je linkerknie. Hou de kin lichtjes in. Kijk tussen je benen door naar de achterzijde van de mat. Neem één punt. En rustig. Walk the dog. Telkens probeer je één hiel aan de vloer te krijgen. Hou de handen breed. De armen lang. Op je heupen mooi omhoog duwen. En dan loop je helemaal naar je handen toe. Loop naar je handen toe. Met je voeten een klein beetje uit elkaar. Dan pak je even je ellebogen vast. Met je hoofd tussen je bovenarmen. Adem helemaal uit. Buig je knieën een klein beetje. En probeer met je borst dichter bij je dijbenen te komen. Tussen je benen door naar achter. Haal rustig adem. En bij je uitademing gaan we alvast een klein beetje dat buikslot activeren. Dus de buik iets in te trekken. Dus nog een keer rustige inademing. En bij je uitademing trek je het buik licht naar binnen. Richting de web. Laatste keer inademing. En uitademing. En dan langzaam buik je benen met je armen los. Rol door de wervelkolom omhoog. Lift je beide armen op, adem in. Neem de handpalmen samen. Kom even met je handen in Anjali Mukha. Sluit je ogen. Probeer je schouders naar achteren, naar beneden te laten bewegen. Zodat je borst mooi open is van sleutelbeen naar sleutelbeen. Adem rustig in door je neus. Adem uit. Neem gewoon heel even voor jezelf een simpele intentie. Voor het beoefenen van je yoga. Misschien wil je lenigheid terug. Misschien wil je controle. Misschien voel je een disbalans en wil je terug in balans komen. Misschien wil je gewoon eens een beetje kalmer voelen. Of energieker juist. Gebruik Ujjayi ademhaling in en uit via je neus. Focus op een mooie, diepe uitademing. Goed, open rustig je ogen. Kijk voorover het puntje van je neus. En sluit de binnenkant van je been. Tenen bij elkaar, hielen iets los. Breng beide armen omhoog. Adem in. Maak je lang. Breng de handpalmen samen. Nu duik naar voren. Adem uit. Houd de wervelkolom lang. Plaats je handen langs je voeten. Volgende inademing. Vingertoppen blijven aan de vloer. Duw je hart naar voren en strek je rug. Uitademing. Plant je handen en kom in een hoge plank. Blijf heel even daar. Dan adem je in. Duw je borst iets naar voren. Adem uit. Breng je knieën aan de vloer. Trek je buik in. En dan komt het halverwege langzaam. Inademing, strek je benen, til je borst op, schouderbladen naar achteren naar beneden.
Adem uit. Op je knieën. Child's pose of down dog. Adem uit. En 5 ademhalingen. 2. Adem uit. 3. Lengte door de flanken. Adem uit. 4. Strek de onderrug. De achterkant van de benen. Adem uit. 5. Til je hielen, buig je knieën. Kijk naar voren. Stap terug tussen je handen. Inademing. Sluit je voeten. Lift je borst op. Adem uit. Kom in forward fold. En kijk tussen je benen door naar achter. Dan adem je in. Kom met de rechterrug omhoog. Leg de armen zijwaarts op. Breng de handpalmen samen. Breng je handen naar je hart. Adem uit. Adem weer in. Eerst de zonnegroet. Beide armen. Duik naar voren. Adem helemaal uit. Hou je borst open. Handen aan de zijkant van je voeten. Inademing. Strek de. Stap naar een hoge plank. Breng je knieën aan de vloer. Adem uit. En chaturanga. Inademing. Strek je benen. Blijf in een cobra. Hou je heupen aan de vloer. Adem uit. Kom naar downward facing dog. 1. Adem diep in. Kijk naar de achterzijde van je mat. Focus. 2. Drie. Vier. Vijf. Lift. Buig je benen. Stap terug tussen je handen, tenen en vingers zijn op gelijke lijn. Lift je borst. Adem uit. Forward fold. Trek je buik iets in en kijk tussen je benen door naar achter. Adem in. Kom met de rechterrug omhoog. Beide armen. Breng je handen voor je hart en adem helemaal uit. Inademing. Beide armen. Duik weer naar voren, de borst open, de rug lang. Inademing, Adho Uttanasana. Stap naar een hoge plank. En bij je uitademing via een hoge plank, een lage plank. Leg je wreven in de vloer. Nu duw je heupen naar de vloer en naar je handen. Lift je borst, adem uit. Downward facing dog. Nu lift je rechterbeen op, adem in. Open de heup, adem uit, blijf daar. Blijf beide handen in de vloer duwen. Stand bij de armen. Adem uit, 2. En blijf daar, lift in het dijbeen van je standbeen. Adem uit, 3. Kijk naar de achterzijde van de mat of helemaal omhoog naar je rechtervoet. Adem uit, 4. Adem uit, 5. Inademing. Nou, lift de onderste hiel van de vloer. Trek je knie in. Span je buik aan. Stap je voet tussen je handen. Achterste knie daalt aan de vloer. Dan lift beide armen op. Inademing. Breng je armen recht omhoog. Adem uit. Breng je focus mee. Hetzelfde richting als je vingers. Haal een keer adem in door je neus. Adem uit, tip met je heupen naar voren, zet je handen neer, til je heup op en kom naar down dog, adem uit. Nu lift je andere kant, inademing, three-legged dog, voel de houding, kin in, je probeert eigenlijk naar je bovenste voet te kijken. Adem uit, 1. Beide armen blijven evenveel gestrekt, schouders parallel, 2. Het standbeen sterk. 3. Hang on. Adem uit. 4. We bouwen weer kracht en warmte op. Adem uit. 5. Lift je onderste hiel. Kijk naar voren. Trek je knie in. Stap je voet. Trek je buik in. Stap je voet tussen je handen. Tenen en vingers gelijk. Knie daalt. Lift je arm op. Juist. Vingers reiken recht omhoog en je focus gaat mee in dezelfde richting. Adem helemaal uit. Nog eenmaal in. Nou duik naar voren vanuit je heupen. Adem uit. Plant je handen.
voel weer hoe je van deze positie naar down dog gaat. Adem uit, keer naar je borst, kijk naar achter, strek je rug, heupen hoog. Inademing, rol naar een plank. Uitademing, chaturanga. Inademing, duw je heupen naar de vloer, richting je handen, til je borst. Uitademing, kom naar down dog. Mooi, en dan adem je in, lift je je rechterbeen op, three-legged dog. Nou, dezelfde manier, lift de onderste heel, trek je buik in, knieën in, stap tussen je handen. En dan zet je je achterste heel neer. We komen de eerste krijger, inademing. Beide armen op, je heupen wijzen naar de korte zijde van de mat. Dan breng je armen naar achter, adem helemaal uit, van je vingers in elkaar. Til je borst op, adem in. En bij je uitademing breng je rechterschouder aan de binnenkant van je rechterknie. Kijk of je je knokkels naar het plafond kunt laten wijzen. Ontspan je hoofd en kijk tussen je benen door naar je achterste hiel. Dat is je nederige krijger. Maar als we weer kracht en flexibiliteit opbouwen, is het belangrijk om het stukje nederigheid te behouden. Als je ademt in, kom terug naar de eerste krijger. Lift je arm op, duik naar voren. Kom naar Downward Facing Dog. Adem uit. Hetzelfde aan de andere kant. Three-legged dog links. Inademing. Lift onderste heel. Knie naar je borst. Trek je buik in. Zet tussen je handen. Achterste heel neer. Eerste krijger. Inademing. Open je armen. Adem uit. Inademing. Til je borst. En de nederige krijger of de humble warrior. De linkerschouder aan de binnenkant van je linkerknie. Kijk in een beetje in en kijk naar je achterste voet. Adem. Kijk of je je knokkels omhoog kunt brengen naar het plafond. Adem weer in. Eerste krijger. Lift. Duik naar voren. Adem uit. Plank naar chaturanga. Wreef in de vloer. Duw je heup naar de vloer, lift je borst, up dog, adem uit, down dog. En om warm te worden, doen we nog een paar keer deze. Dus lift je rechtervoet op, three-legged dog, adem in, adem uit, stap hem tussen je handen. Heel neer, eerste krijger in. Open je armen achter je rug vast, adem uit. Adem in, lift je borst. Humble warrior, adem uit, schouder aan de binnenkant van de knie. Adem in, eerste krijger, lift. Adem uit, down dog. Three-legged dog links, adem in. Adem uit, zet je voet naar voren. Hiel neer, eerste krijger, in. Hand achter je rug, adem uit. Adem in, open je borst. Humble warrior. Adem uit, kijk naar je achterste voet. Inademing, eerste krijger. Uitademing, chaturanga, vinyasa. Up dog, heupen naar de vloer. Uitademing, down dog, 1. Adem uit, 2. Adem uit, 3, 4, vijf. Lift je buik, je knieën, stap terug, tenen en vingers één lijn. Benen gesloten, lift je borst. Kom in forward fold, kijk naar achter, breng je borst naar je dijen. Met de rechterrug omhoog in. Maak je lang. Breng je handen naar je hart. Adem uit. Buig je benen. Doe je billen naar achter naar beneden. Adem in. Beide armen zijwaarts op. Utkatasana. Adem uit. Duik naar voren. Inademing. Strek je rug. Kijk op. Stap naar een plank. Adem uit. Chaturanga. Inademing. Cobra op. Heupen naar de vloer. Schouders in. Adem uit. Down dog. Lift je rechterbeen, adem in. Stap je rechtervoet tussen je handen.
Adem helemaal uit, achterste hiel neer. Kom in de tweede krijger, open je heupen naar de lange zijde van de mat. En bij je uitademing duw je knie boven je enkel en kom in de Sun Warrior. Mooi. Nou kijk even naar je achterste been. Totdat je knie valt in, duw het de quadricep van je achterste been naar het bot toe. Naar de achterzijde van de mat in dit geval. Haal adem in door je neus. Nou bij je uitademing zink iets dieper. En nu draai je hoofd onder de oksel door. Probeer je focus langs je bovenarm, naar je onderarm, naar je vingertoppen te laten komen. Haal diep adem in door je neus. Adem uit. Zink iets dieper. Cirkel je armen naar voren. Adem in. Strek het voorste been. Plaats je handen op je scheenbeen of je enkel. En kom in Uttita Trikonasana. Pak je buik iets in. Dan adem je in en je probeert de wervelkolom te rechten en uit te strekken. Adem uit, 2. Breng de kin in lijn met je bovenste duim. Adem uit, 3. Adem uit, 4. Diep inademing. Lange uitademing, 5. Beide handen terug, inademing lunge. Stap naar down dog, adem uit. Achterste been. Three-legged dog. Inademing. Stap naar voren. Adem uit. We gaan naar de tweede krijger. Inademing. Cirkel. Open. En bij je uitademing naar Sun Warrior. Goed. Kijk naar je achterste voet. Voorste knie is boven je enkel. Duw hem iets naar buiten. Juist. Kijk naar je achterste been. Laat hem niet vallen naar de voorzijde van de mat. Duw je quadricep naar achter richting het bot. Nou, adem uit. Zink iets dieper. Glij je hand iets meer naar je kuit of je heel. Adem diep in. Dan bij je uitademing draai je hoofd langzaam. En laat je ogen langs je bovenarm naar je onderarm naar je vingertoppen gaan. Haal nog eens diep adem. Adem uit. Zink een klein beetje dieper in je benen of buiten van de achter. Cirkel je armen, kom in Uttita Trikonasana. Strek je voorste been. Sluit je hand langs je scheenbeen naar je enkel. Ja, iets hoger. Nou, kin is in en in lijn met je bovenarm, naar je onderarm, naar je duim. 2. De wervelklom strekt zich uit naar de voorkant van de mat. 3. 4. Je uitademing, 5. Inademing. Terug naar lunge, vinyasa. En een plank. Adem uit. Chaturanga. Nou, die up dog. Duw je heupen naar de vloer. Til je borst. Op, strek je been. Uitademing. Down dog. Lift je buik, je knieën, stap terug tussen je handen. Inademing, kijk omhoog, strek je rug. Uitademing, forward fold, kijk naar achter. En kom omhoog, in. Uitademing, breng je handen bij je hart. Nu lift beide armen op, inademing. Nou blijf daar en vouw je vingers in elkaar, behalve je wijsvinger, adem uit. Strek je wijsvingers omhoog. Nu inademing, maak jezelf langer aan de voorkant. Breng het staartbeen onder je, duw je bek iets naar voren. Adem uit en buig lichtjes naar achter. Nou, bij je volgende inademing, til je borst iets meer, alsof je jezelf uit je taille trekt, je broekriem. Adem uit, langzaam buig je hoofd naar achter. Dan kijk je of je je ogen, je neus in lijn kunt brengen. De binnenkant van je handen, wijsvingers. Je voeten stevig tegen de vloer. Blijf liften de voorkant. Zodat we ruimte creëren aan de achterzijde. Adem rustig in. Misschien een klein beetje verder. Adem uit. Trek de kin in. En buig je benen. Duik naar voren. Zet je handen langs je voeten. Druk je buik richting je dijbenen. Ik wil graag dat je je knie iets buigt.
zodat je misschien je handen wat vlakker aan de vloer kunt zetten langs je voeten. En dan bij je uitademing trek je de kin iets in en probeer je voorhoofd naar je schenen te leggen. Adem uit. Dus je duwt jezelf als het ware tegen je dijbenen aan. En je probeert je voorhoofd misschien zelfs tegen je schenen aan te duwen. Zachtjes uiteraard. Adem uit. 4. Of je al die ingewanden en de buik een beetje samenknijpt. Adem uit. 5. Een mooie strek op de achterzijde van je benen. Je rug. Inademing. Til je borst. En bij je uitademing stap naar een plank. Chaturangadasana. Vinyasa. Inademing. Cobra of een updog. Denk aan je heupen naar de vloer. Benen gestrekt. Stop. Down dog. Mooi. En dan adem je rustig in. Je tilt je linkerbeen opwaarts. En bij je uitademing stap je linkerbeen tussen je handen. Draai je voeten naar de brede kant van de mat. En hang even naar voren in wide forward fold. Kijk even naar rechts en links. Draap je tenen zijn licht naar binnen gedraaid. Niet te veel. Niet te veel gewicht op de bal van je voet. Ook niet te veel in de hielen. Verdeel het gewicht. Pak je ellebogen vast en bij je uitademing breng je hoofd tussen je bovenarmen. Kijk echt recht naar achter. 1. Trek je buik een beetje in maat. Nou tel je adem. 2. Vier. Vijf. Oh, zet je handen weer terug neer. Kijk op. Draai weer terug naar de korte zijde van de mat. Kom in een lunchpositie. En bij je uitademing laat je je heupen iets zakken. Trek je buik iets in. Nu kom in je lunch. Adem in. Lift je arm op. Yes, bij je uitademing. Draai open naar mij toe. Dus draai open naar je achterste been. Breng je arm opzij. Yes. Dan adem je weer in. Draai je heupen weer terug naar de korte zijde. Lift je arm op. En nu draai je open naar je voorste been. Adem uit met je armen opzij. Twist. Yes. Doen we nog een keer. Laat je heupen zakken. Adem in. Lift. Draai open naar je achterste been. Adem uit. Zit mooi. Adem in. Lift. Adem uit naar je achterste been. Laat je heup iets zakken. En nu buig naar voren. Plaats je elleboog aan de buitenzijde van je knie. Handen op elkaar. In namaste. Duimen naar je hart. Til je borst op. Adem uit. En kijk als je kunt over je linkerschouder. Adem uit. 2. 5 ademhalen. Dus probeer de wervelklom uit te strekken. Naar de voorkant van de mat. 3. 4. Adem uit. 5. Zet beide handen aan de vloer. Adem in. Kijk naar voren. Kom naar down dog. Je rechterbeen. 3-legged dog. Stap je voet tussen je handen. En draai naar de brede zijde van de mat. Een wide forward fold. Pak je ellebogen. Kin in. Hoofd tussen je bovenarmen. Verdeel het gewicht tussen de bal en de hiel. En hang naar voren. 2. Druk je buik lichtjes in maat. 3. 4. Probeer rustig te ademen. Laat alles komen. Hè. Als je weerstand voelt, is oké. Okay. Pas je houding aan. 5. Laat het zijn zoals het zijn. Draai naar de voorkant van de mat. In. We gaan naar lunch. Je lichaam weet het nog. Ik geloof me, adem in. Eerste. Lunch op. Draai naar je achterste been. Kom terug op naar voren. Draai naar je voorste been. In. Hou je achterste been gestrekt. Adem uit naar je achterste been. Laatste keer. Inademing. Naar je voorste been.
Nou, tip naar voren vanuit je heupen, elleboog aan de buitenkant van je knie. Twisted lunge. Duw op je handen en breng je duimen naar je hart. Kom maar. De kin is in. Kijk over je elleboog of over je schouder. 2. Houd het gewicht in het voorste been. 3. 4. 5. Adem in, zet je handen neer en kom naar een plank, vinyasa, kom aan. Nog eentje, adem uit. Up dog, heupen naar de vloer, til je borst, schouders naar achter. Down dog, 5 ademhalingen. 1. Als het nodig is, walk the dog. 2. Voel de lengte, voel je hand. 3. Ben je bewust. 4, 5, til je hele buikje, knie, stap weer terug. Inademing, til je borst, forward fold. In en helemaal naar achter kijken, breng je voorhoofd naar je schenen, misschien lukt het. Til je borst, stap in, kom omhoog. Breng je handen naar je hart, adem uit. Mooi, blijf daar. Kom in tree pose, rechtervoet tegen de binnenkant van je kuit of rechtervoet tegen de binnenkant van je dijbeen. Tenen naar beneden, heel naar voren. 2. Verwonderende ogen, zo noem ik het maar. Geen grote ogen, maar open en ben erbij. 4. 5. Til je voet net iets weg van je dijbeen. Breng hem over je topknie. Flex de voet. Doe je billen naar achter naar beneden. Geef lichte druk van de enkel bovenop de knie. 1. Half lotus. 2. Squat een beetje door je standbeen. Hou de wervelklomp lang. Borst open. 3. 4. 5. Beide voeten neer. Geef me 1 armcirkel op. Adem in. Handen terug naar je hart. Adem uit. Namaste. Tree pose links. Kuit. Binnenkant dijbeen. 1. Open gezicht. 2. 3. Focus op je uitademing. 4. 5. Half lotus. Flex. Duw de enkel tegen het dijbeen aan. Doe je midden achter naar beneden. 1. Focus. Verleg je schuin voor je op de vloer. 2. Billen gaan naar achter en naar beneden. 3. Borst blijft open. Werf nog lang. 4, 5. Ha, goed. Inademing, vinyasa, beide armen op. Duik naar voren, adem uit. Kom aan, beweeg. Inademing, til je borst. Stap naar achteren in een plank, adem helemaal uit. Chaturanga. Up dog of cobra. Down dog. Breng allebei de knieën aan de vloer. Kruis je enkels achter je. Loop je handen in. Kom op je billen zitten. Strek je benen naar vooruit. Goed, dan breng je rechterbeen, je rechtervoet bij je bil. En breng je rechterknie naar de lange zijde van de mat. Dus breng je rechterhak naar je bil. Til je knie op en breng hem naar de lange zijde van de mat. Goed, je ademt rustig in. Luister, je linkerbeen blijft lang. Lift je armen. Draai je bovenlichaam totdat je in het midden van je benen bent. En bij je uitademing loop je iets naar voren. Zet je handen neer. Ontspan je hoofd 1. 2.
mooie strek, zeker aan de binnenkant van je benen. 3. Achterkant been. 4. En 5. Til je borst nu, adem in. En dan loop met je handen naar je gestrekte been toe. Adem uit, pak de binnen- en de buitenzijde als je kunt. 1. Draai je schouders parallel met je gestrekte been. 2. Adem uit. 3. Vier. Adem uit. 5. Nou, je achterste arm of die arm, dezelfde arm van het gestrekte been, blijf daar. Je bovenste arm, til je omhoog. Je ademt in, reik loodrecht omhoog naar het plafond. En bij je uitademing, reik over je hoofd naar je voorste voet toe. Misschien kun je hem vastpakken. 1. Ja, je gaat goed, Karin. Dus over je hoofd naar de voorkant van de mat. 2. 3. Daarheen, Karin. Goed zo. 4. Trouw op jezelf, ja. Je weet waar het naartoe gaat. Adem uit. 5. Yes. Til je arm op. Je ademt in. En bij je uitademing breng je knie eerst in. En dan vouw je onderbeen uit. Andere kant. Onderbeen in. Knie naar de buitenzijde. Dan haal je adem in de diagonaal. En bij je uitademing tip vanuit je heupen naar voren. 1. Dus je bent eigenlijk precies tussen je benen. 1 been gebogen, 1 been gestrekt. 2. Drie. Vier. En je ademhaling is essentieel. Vergeet niet. Dat is hetgene wat je leidt. Dan adem je weer in. Lift. En loop naar je gestrekte been. Binnen- en buitenkant. Adem uit. 1. Schouders parallel over je gestrekte been. 3. Stretches in de yoga zijn niet eenduidig, maar ze zitten overal, hè, vol. Voornamelijk achterzijde en de hele kant mee. 4. Til je torso op, je onderste hand blijft staan. Adem in, rijk met je bovenste hand naar het plafond. En dan over je hoofd naar de voorzijde van de mat. 1. Twee, dus een zijwaartse buik. Drie. Vier, volg die adem. Vijf. Inademing, cirkel de armen terug. Eerst breng je de knieën in en dan vouw je je onderbeen uit. Goed, je ademt rustig in, trek je benen in, flex je voeten naar Navasana en breng beide armen parallel aan de vloer. Kijk naar je tenen. Soms is je focus en je adem belangrijker dan de rest, dus je aandacht en je concentratie. Nou, hou je tenen bij elkaar, maar open je knieën, point je tenen. En rijk met je handpalmen tegen elkaar naar de binnenkant van je voeten. Richting je teen. Trek je buik in. En dan geef je kleine pulses in. In. Dus je brengt die twee eigenlijk naar elkaar toe. Je vingertop en je tenen. Dus je knieën naar buiten. Juist. Met aan. Wees niet vast te pakken, Karin. Alleen te rijken naar elkaar. Je handpalmen tegen elkaar. Come on. Come on. Yes, je bent er bijna. 4, 3, 2, knieën sluiten. Adem in, handen aan de buitenkant. Kik je benen 1 keer omhoog. Adem in. Kik ze omhoog. Juist, kruis je enkels. Rol over je dijbenen naar voren. Kom in die plank.
En bij je uitademing kom je helemaal naar beneden toe. Kom liggen, leg je wreven aan de vloer. Mooi, breng je handen achter je rug samen. En bij je volgende inademing probeer je je ellebogen te strekken en je knokkels helemaal naar de achterzijde van de mat te duwen. De schouders rollen weg van de mat naar achteren naar elkaar toe. Adem rustig in. Lift je borst. Bij je uitademing lift dan de hele voorzijde van je been iets van de vloer. Voorzichtig. Met aandacht. Haal adem. En met je ademhaling dan voel je dat je een beetje heen en weer wiebelt. Ja, want er komt een beetje lucht in de voorkant, in de flank en de buik. Hou je been actief, adem rustig in. Adem helemaal uit en leg terug neer. Zet beide handen langs je borstkas met je ellebogen inwaarts. Duw je borst op, dan knijp je billen aan, strek je benen en kom in up dog. Maar bij je uitademing laat je heupen nog iets verder zakken, kijk recht naar voren. Nou, kijk of je de afstand tussen je twee sleutelbenen kunt vergroten. Ja, dan laat je heupen zakken. Kun je je knieën strekken. Adem diep in. Duw met je handen in de vloer. Lift je heupen. En kom naar down dog. Adem uit. Swan pose. Lift je rechterbeen. En breng je rechter scheenbeen aan de vloer. Schuif je linkerbeen achter. En we lopen weg van de knie in de diagonaal. Strek je arm uit. Adem uit. 1. Tel ze maar. 3. Je ademhaling is nu het belangrijkste. Daarmee meer aandacht naar je uitademing. 4. Vijf. Loop naar het midden. Hou jezelf lang. Loop je handen voorzichtig naar het midden. Adem uit. 1. Adem uit. 5. Loop je handen voorzichtig naar de andere diagonaal, dus met je borst over je knie. Adem uit. 2. 3. Loop terug naar het midden en loop je handen in. Zet ze recht onder je schouders. Kijk op, haal adem, til je borst en kom terug naar down dog. Andere kant, linkerbeen, three-legged dog, swan pose. Loop weg van je knie naar de diagonaal. 1. 5. Prioriteit in je ademhaling. 4. 5. En je blijft laag zonder omhoog te komen. Loop naar het midden. Adem uit. 1. 3. 4. 5. Blijf laag zonder omhoog te komen. Met je borst over je knie naar de andere diagonaal. 1.
heupen blijven in het midden. 2. Vier. Vijf. En de hand loopt terug naar binnen. Bij je inademing til je borst op, handen in de schouders, kijk op. Uitademing, downward facing dog. Eén keer een vinyasa, mensen. Rol naar een plank. Chaturanga. Cobra of up dog. Heupen naar de vloer. Down dog. Knieën aan de vloer. Kruis je enkels. Loop naar je knieën. Doe je billen naar achter. En strek je benen naar vooruit. Kom maar lekker op je rug liggen. Dus zet je voeten neer. Rol even de wervels af. In en dek lang. Mooi, zet je voeten een klein beetje breder en dichter bij je billen. Dus een beetje uit elkaar. Als ik mijn armen uitstrek, dan moet ik de achterzijde, of moet ik mijn achillespees en mijn hielen kunnen voelen. Bij je volgende inademing, tenen zijn licht naar binnen, denk eraan. Lift je heupen opwaarts. En loop je schouderbladen een beetje naar elkaar toe. Dus loop je bovenarmen naar elkaar toe. Dichter en dichter. Misschien zo ver dat je je vingers in elkaar kunt vouwen. Prima, go for it. Hou je voeten plat aan de vloer. En hou adem in. Breng je gewicht meer naar je schouders en naar de achterzijde van de mat. Verander niets aan je hoofd en je nek. 2. Probeer de opening en de wijdte tussen je twee sleutelbenen te behouden. 3. Niet op de buitenkant van je voeten gaan staan. Gebruik de hele voetzool. 4. 4. Adem uit. 5. Nou til je hielen. Duw je heup iets hoger. Loop je armen onder je rug vandaan. En rol de werf langzaam af. Trek je buik een beetje in. Dat je de werfklom rond kunt maken. En één voor één die wervels in plaats op de vloer. Nice. Met beide benen op, recht boven je heupen. Mooi. Breng beide handpalmen samen. En laat ook je vingers naar het plafond wijzen. Nou, til je schouderbladen. Trek je kin zachtjes in. En kijk tussen je dijbenen door naar de voorkant van de mat. Nou, lift op. Probeer met je vingers richting je tenen te rijden. Kleine pulsjes. En je focus is gewoon tussen je dijbenen door. Blijf kalm. Hou de binnenkant van je benen gesloten. Hou je benen actief. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terug neer. Je voeten weer iets wijder dan je heupen. Tenen in. Terug naar die halve brug. Dhanurasana. Lift je heup op. Loop je schouderbladen naar elkaar toe. Loop je armen gestrekt naar elkaar toe. Zoveel mogelijk van je vingers in elkaar. Niet meer veranderen in je nek. Adem uit. Duw je gewicht naar de achterzijde van de mat. Door op je voetzolen te duwen. 2. Open je borstbeen. Open van sleutelbeen naar sleutelbeen. 3. 4. Voel die mooie ronde boog. Opwaarts bewegen en naar achter. Diepe ademhaling in je flank. Adem uit. 5. Til je hielen weer. Arm onderuit. Rol de werfklom af. Strek. Hoi. Breng beide benen weer recht omhoog. Hoi. Leg je handpalmen nu neer en reik je vingers naar de voorkant van de mat. Sarvangasana. De schouders stapt. Kort trek je buik in. Breng je benen iets naar voren. En bij je uitademing breng je benen eerst naar achter in de ploeg. Nou loop je armen iets naar elkaar toe, je bovenarmen. En plaats nu je handen vlak tegen je lage rug. Bij je volgende inademing til je benen recht omhoog. En kijk naar je teen. Adem uit, 1. Adem uit, 2. Breng je gewicht iets naar je schouders. Adem uit, 3.
Adem uit. 4. Adem uit. 5. Dan blijf rechts omhoog krijgen. Volg je tenen helemaal naar achter in ploegpose. Helemaal. Totdat ze naar achter zijn, weg zijn, dan kijk je recht omhoog. Je ademt in. Strek je arm weer naar de voorkant van de mat, druk je handpalm aan de vloer. Adem uit en rol de werfklomp langzaam af. Hou je hoofd en je schouders aan de vloer. Rol af. Oeh, en zet beide voeten aan de vloer. Goed gedaan. Netjes. Kruis je enkels nu. Breng even je knie naar je borst. Maak jezelf rond als een bolletje. Rol op. Strek je benen naar voren uit. Dan adem je in en we komen heel even in forward fold. Adem uit. Op de zijkant van je voeten of je grote tenen. Of je enkels. Dan bij je volgende inademing. Til je hart iets op. Adem uit. Verleng de werfklomp. Druk je borst richting je dij en eventueel je voorhoofd naar je scheet. 2. En als je daar niet bent, is geen punt, maar verbeeld jezelf. Wat een beetje verbeeldingskracht. Adem uit. 3. Adem uit. 4. Adem helemaal uit. 5. En til je borst op. En rol je weer af. Span je buik aan. Yes. Je zet je voeten aan de vloer. Dan breng je armen wijd. We gaan naar een twist. Je zet je rechter enkel aan de buitenzijde van je linkerknie. Dus niet je knie naar buiten laten vallen. Maar trek hem in. Dus schuif die enkel aan de buitenkant van je linkerknie. En dan rustig adem je in. Je tilt je onderste heel, loop je voet iets bij. En je ademt uit. Langzaam beweeg je je knieën naar rechts. In dit geval hou je schouders aan de vloer als je kunt. En met je bovenste voet duw je eigenlijk die topknie richting de vloer. Spreid je armen wijd uit. Til je hoofd. En kijk naar je linkerhand. 1. Probeer geen weerstand te leveren met je onderste knie tegen je bovenste hiel. Kijk of je die weerstand los kunt laten. Met de bovenste hiel maar zwaarder drukken. Zwaartekracht. 4. En 5. Langzaam terug. Zet beide voeten weer aan de vloer en dan wissel je van kant. Dus je linker enkel is aan de buitenkant van je knie. Trek je knie in, dus laat je knie naar je borst wijzen. Juist. En dan schuif je hiel misschien een beetje verder weg. Misschien zijn je dijbenen gesloten, zou kunnen. Adem uit en rol naar de linkerzijde. En je duwt eigenlijk met je bovenste onderbeen of enkel onderste knie richting de vloer. Til je hoofd en draai je hoofd naar de rechterhand. Voel die mooie strekken over je heupbuigers. En die heupbuigers die hebben veel te verduren, want we zitten echt wel meer. Heupbuigers worden korter. We lopen meer met een holle rug. Rugklachten worden iets meer. Vier. Adem uit. 5. Kom langzaam terug. Zet beide voeten neer. Dan strek je benen even helemaal uit. Laat je tenen openvallen. En je arm even boven je hoofd. Vouw je vingers in elkaar, in dit positie, met je wijsvingers tegen elkaar, lang als een pijl. En die reiken helemaal naar achter, boven je hoofd. Trek je kin iets in, zodat de achterzijde van de nek lang is en je kijkt recht omhoog. Ontspan je billen, ontspan je benen. En gewoon heel even in deze positie.
Buig je armen, pak je tegenovergestelde elleboog vast. Laat ze rust op de vloer als het mogelijk is. Trek je voeten in, zet je voet zo tegen elkaar dat je knie naar buiten kan. Je tenen wijzen naar het midden van de voorkant van de mat. Voel je voetzolen tegen elkaar, ben je gerust. En dan blaas uit, laat je buik zakken. Sluit je ogen. Trek je kin iets in, net lang. Adem naar je buik. Gesloten. En je armen naar voren en je hand op je buik, langzaam. Adem naar je handen en je buik. Rijzen en dalen van je buik. Strek voorzichtig één voor één je benen weer uit. Tenen vallen naar buiten. Eerst rustig je rechterarm neer, palm opwaarts. Leg de rug van je linkerhand neer. Ontspan je vingers. Vecht niet tegen het gevoel als je je ogen wilt openen, open je ogen. Probeer geen weerstand te bieden, is oké. Het is een energieke yoga sessie. Er zit veel spanning in de nek en de schouders als je die hebt. Laat je kin een beetje inkomen en de onderste kaak. Je zakken naar de vloer. Laat de bovenrug smelten in de mat. Om je kaak te ontspannen. Mooie kalme ademhaling in je buik. En als je uitademt. Je onderrug zakken, vloer. Met je billen los. Maak je voorhoofd en je ogen zachter. Laat je bij elke uitademing maar iets dieper wegzakken. Je inademing, dat lichte gevoel aan de voorkant van je lichaam, werkstelling. En de uitademing, dat zware ontspanning gevoel aan de achterzijde van je lichaam.
Adem licht in. En adem zwaar uit. Het zware gevoel in de vloer wegzakken. Dat je je kunt vullen met lichte gevoelens. Lichte gedachtes. Langzaam terug te komen, werken we van binnen naar buiten. Zoals je lichaam is opgebouwd. We gaan eerst naar de kern. En met je aandacht naar de wervelkolom, de botten. Je armen, je benen, je hart en je longen, je darmen, al je organen. Alle kleine spieren die je botten bij elkaar houden, je gewrichten. Bij elkaar houden, stabiliteit geven. Meer naar buiten. Naar al die grote spieren die je beweging geven, die je ruimte geven, die je vrijheid geven. Bewegelijkheid. Ga naar de beschermingslaag, het vet wat er overheen zit, de huid. Adem rustig licht in. En laat het zware uit je lichaam wegcijpelen. Nou, open langzaam je handen, strek je vingers. Ontspan ze weer. Spreid je teen iets misschien. Ontspan ze weer. Wiebel met je vingers en je teen. Beweeg je polsen. Beweeg je enkels. Trek je arm in, zodat je je ellebogen beweegt. Misschien iets meer, dat je je schouders beweegt. Rol je schouders. Zet je voeten neer op de grond, zodat je je knieën beweegt. Beweeg ze misschien een beetje van rechts naar links. Trek je knieën in naar je borst, zodat je je heupen beweegt. Pak ze even lekker vast. En trek ze even dichter naar je borst toe. Een beetje van je af. Nog een keer. Rol je over je onderrug. Beide cirkels, beide kanten. Til je schouders van de vloer, til je hoofd van de vloer. Kin eens in. Probeer je knieën en je voorhoofd even samen te brengen. Misschien nog verder komen. Goed, laat los. Zet je voeten terug neer. En je rechterhand boven je hoofd. Rol even door naar je zij. Ik doe even lekker hier. Misschien je ogen al een beetje open hier. Mooi achterkantje, Karen. Love it. Zet je hand neer. En dan kom je weer lekker zitten. Kruis je benen. Zit rechtop. Breng je handen in. Namaste.
vingers wijzen omhoog, duim op je hart. Voel de wervelklop. Dus geen spanning, geen kind naar voren. In, schouders naar achteren, naar beneden, open. Geef jezelf een beetje ruimte aan de voorkant. Haal diep adem, beide armen boven je hoofd. Laat je handen even neerdalen, even bewust op de kroon van je hoofd. Op je voorhoofd, zien, je derde oog. De keel, je hart. Dan dank ik jullie wel, namaste. Dankjewel.